Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Extreme Surf. Vandaag ben ik nog steeds in Italië en het is maar liefst deel 2 dat ik de Cinque Terre wandeltocht ga lopen. Nou, we zijn in het laatste dorpje geëindigd van deel 1, dat was Corniglia. En nu gaan we door naar het allermooiste dorpje van de Cinque Terre en dat is Manarola. Maar de weg is afgesloten, dus we moesten een enorme omroute lopen. Dit is denk ik wel een van de zwaarste wandelingen die ik tot nu toe heb gedaan in Italië. Maar dit gaan jullie allemaal zien, dus laten we zo snel mogelijk En we beginnen. lopen weer wat hoger op de paden. Super uitzicht. En we gaan weer een flink stuk omhoog. Zoals jullie zien. Net waren we even bij een vlak stukje, dat was wel fijn. Maar nu moeten we weer omhoog. Holy shit. Wat een klim. Ik heb flink doorgelopen. Ik neem nu even pauze. Dit pad gaat stijl omhoog. Dus kunnen we wel weer mooi recht langs de kust lopen. Maar ik moet hier nog een flink stuk omhoog. Dit is wel waar je het voor doet, zo'n tocht omhoog. Daar zie je een deel van het dorpje. Ik weet niet of het goed te zien is op camera. Maar heel mooi uitzicht. Nu is een stuk gewoon alleen maar rechtdoor. Dat is best wel relaxed. Prachtig is dit. Allemaal druivenvelden. Het dorpje komt in zicht, gelukkig. Ik denk nog, een kwartier lopen zoiets en dan ben ik er, gelukkig. Nou, we zijn eindelijk aangekomen bij wat mij betreft het allermooiste dorpje van Italië. Manarola. Ontzettend mooi dorpje op de klifkust. We hebben heel veel droombeelden gemaakt, ook van andere plekken in Italië. Wil je die beelden zien, dan komt volgende week ergens er een speciale video online met alle droombeelden van Italië. Ook beelden die nog niet in de video zijn vertoond. Maar voor nu ga ik lekker even zwemmen. Dit was de video en dit was ook gelijk het laatste deel van de Cinque Terre wandeltocht. We moesten nog naar één dorpje, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat niet te filmen. Het was nog een klein stukje en een beetje hetzelfde als de andere tochten. En dit was dan ook gelijk de allerlaatste Italië vlog. Ik vond het heel leuk om jullie mee te nemen op het avontuur. En onthoud, volgende week woensdag komt er nog een drone special online. Maar dan zeg ik voor nu tot de volgende video.